allemaal, hartelijk welkom bij de workshop Spreken. Mijn naam is Margreet Verboog. Ik ben al 30 jaar bezig met spreekvaardigheid, de didactiek van uitspraak en spreekvaardigheid. Maar anderzijds is het wel de eerste keer, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar voor mij is het de eerste keer dat ik sinds die coronacrisis is uitgebroken weer op een training geef. En voor jullie misschien ook de eerste keer dat je weer op een training bent. En vind je het goed om hier voor te komen zitten, want ik heb hier papieren neergelegd. Kijk. Het onderwerp spreekvaardigheid leent zich natuurlijk bij uitstek om met elkaar te praten. Want mijn motto is altijd teach as you preach. Dat betekent dus dat ik lesgeef op de manier waarop ik denk dat jullie ook les moeten geven. Alleen op dit moment is dat dus allemaal heel anders geworden. En dat is best lastig. We moeten maar kijken bij alles of er dingen zijn die aangepast moeten worden. Jullie moeten mij ook soms daarvan vertellen van nou, maar dit of dat, dat doen we nu heel anders of dat kan nu niet of zo. Zoiets. Ja? We moeten samen bedenken wat we nu kunnen doen. Aan de andere kant vind ik het ook onzin om helemaal alleen maar wat we kunnen doen tijdens de corona. Want misschien is het over een jaar afgelopen en dan... Ik zal een beetje wegzetten, want ik beweeg nogal met mijn handen, zoals u ziet. Zo. Goed. Om te beginnen, een warming-up. Wie van jullie doet er een warming-up in de klas? Begin van de les? Warming-up? Ja. Waarom doe je dat? Opwarmertje, precies wat het zegt. Ja, heel goed. Ook bij de NT2-les is een warming-up heel erg goed. Alle neuzen dezelfde kant op. Het onderwerp wordt geïntroduceerd. Mensen komen er speciaal voor op tijd. Ik zal nu eventjes een... Deur dicht. Wil je de deur dicht doen? Zou je de deur willen dicht doen? Zou je misschien de deur even dicht willen doen? Ja hoor, tuurlijk. Leen me je pen? Mag ik je pen lenen? Mag ik je pen even lenen? Zou ik je pen soms even mogen lenen? Tuurlijk wel. Pak je boek. Kun je je boek pakken? Kun je je boek even pakken? Kun je misschien je boek even pakken? Ja hoor, doe ik. Luister. Wat? Luister eens even. Hè? Luister nou toch. Zegt u? Kunnen jullie alsjeblieft even luisteren? Ja, oké. Okay. Ja, twee dames die laat binnenkwamen. Ik heb hier voor iedereen materiaal liggen. Dus het is handig als je daarbij gaat zitten. Ja? Hier op de eerste twee rijen is nog heel veel plaats. Goed. Ik zou in andere tijden zou ik jullie nu vragen om dat met z'n allen samen te gaan doen. Maar dat doen we nu niet. We luisteren nu er alleen naar. En ik wil er wel met jullie even over hebben. Want wat is het onderwerp van deze taal? Wat is het doel van deze les? Kijk eens daar aan de hoek. Ja. Zijn er nu toch nog mensen achterin gaan zitten? Dus er zijn nog heel veel plaatsen hier en je hebt het papier heb je straks hard nodig. Nee, het papier wat ik heb neergelegd. Ja. Jongens, hebben jullie het in de klas ook zo moeilijk om iedereen vooraan te krijgen? Ja, hè? Het is bekend, ja. Zie je? Ja. Oké. Okay. Ik zou dat dus normaal in de klas ook, zou je dat gaan, met z'n allen gaan herhalen. Wie gebruikt de taalreps? Ja. Leuk, hè? Heel erg geschikt, hè? Dat is niet, dat kan niet, want het staat in het boek. Ik heb ze toevallig zelf geschreven, dus daarom weet ik dat zo goed. Oh, dat heb je de website. Je hebt een boek. En daar staat een code in. En dan staat de teksten en de muziek. Staat allemaal op de website. Staat hier ook dat het is. Je gaat me toch niet vertellen dat je kopieën gebruikt, hè? Want dan klaag ik je aan bij de... Hè?
Nee. Voor in het boek staat een verwijzing naar de website. En dan kun je al die dingen... Ja, maar je kunt het natuurlijk ook zelf doen. Ik bedoel, hè? Een beetje erbij tikken, dat gaat altijd. Wat kun je nu nog meer doen met zo'n taalrap als je niet de hele klas tegelijk mee wil laten doen? Want ik kan me voorstellen dat je dat niet wil doen. Wat kun je doen? Wat is het onderwerp? Laten we daarmee beginnen. Samen. Hè? Ik doe wel samen tegelijk. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Dat zeg ik ook. Dat is ook de bedoeling. Maar alleen als je dat nu in coronatijd liever niet wil, met z'n allen samen tegelijk, wat doe je dan? Wat is het leerdoel hier? Hè? Vragen stellen. En hoe? Wat voor vragen? Ja, en wat wil je ze leren, denk je? Dat ze verschillende manieren kunnen maken om iets te vragen. En dat ze ook het verschil zien tussen opdracht en een beleefde vraag. Ja. Het is in alle talen zo hoor, dat hoe meer woorden je gebruikt voor de vraag, hoe beleefder wordt die. Maar je moet wel even weten welke. En in Nederlands wordt een vraag pas echt beleefd als je er zou voor zet. He, zou je, wil je ook hier vooraan komen zitten, alsjeblieft? Want dan kan je meedoen. Maar dat is waar. Zou je ook... Ja. Dat kan. Dat kan. Zou je even... Zou je misschien... Ja. Zou je even... Nou, dat soort dingen... Kijk. Het is zo dat mensen die de taal nog niet zo goed spreken... Die doen dat niet. Die gebruiken geen zinnen die met zou beginnen. Die zeggen eerder deur dicht of geef me je pen. Hè? Dat wordt door Nederlanders die geen docent NT2 zijn... en dat zijn de meesten, dat is duidelijk, 99,9% schat ik zo in... die vatten dat niet op als een taalprobleem. Die vatten dat op als een beleefdheidsprobleem. Hetzelfde geldt voor de vraagintonatie. Kun je even weggaan? Zou je misschien even kunnen weggaan? Scheelt alles. Het scheelt echt alles. En dat moet je toch leren. Hè? Je hebt mensen die imiteren zo goed... en dat is voor een heel groot deel van jullie leeftijdsgroep... waar je les aan geeft, is dat nog wel aan de hand. Die imiteren zo goed. Die hebben daar geen problemen mee. Een kind van onder de 6, no problem. Die hoef je niks te vertellen. Die imiteert inclusief de intonatie. Sterker nog, een klein kind begint vaak eerder met intoneren dan met praten. Dat is het eerste wat ze kunnen. Ja. Dus dit zijn hele belangrijke dingen. Je kunt er ook nog van alles bij maken. Wat voor een oefening zou je hierbij willen maken? Als je dit dus helemaal gedaan hebt en herhaalt en tweetallen en met de hele groep en jongens en meisjes apart en dat soort dingen. Wat kun je er nog voor een oefening van maken? Spreken, hè? Ja? Ja. 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 Je kunt zeggen dat ze bijvoorbeeld met elkaar een gesprekje moeten voeren dat je de een iets wil lenen bij de ander. Hè? Mag ik even je pen lenen of mag ik even je boek lenen of weet ik veel wat. En dan heb je inderdaad een dialoogje. Je kunt hier dialoogjes van maken. En dan moeten ze dus... elkaar beoordelen, zo van was het beleefd, had het een goede intonatie. Hè? Dan leren ze luisteren naar elkaar. Een van de punten met een taal leren is natuurlijk dat je heel veel zelf moet doen. Een corrigerende leerkracht is wel prettig, maar het grootste deel van de tijd heb je die niet bij de hand. Dus je moet eigenlijk leren om jezelf te corrigeren. Mensen die dat niet kunnen, die hebben een groot probleem met het taal leren. Want je kunt ze nooit alles leren. Onmogelijk. Hè? Alleen al de 30.000 woorden die je moet kennen, begrijpen, is veel te veel. Dus ze moeten ook zichzelf leren corrigeren. Ja? Warming up. Ik kan het erg aanbevelen. Alle neus dezelfde kant op. Even... met z'n allen beginnen. Goed.
dat hebben we net gedaan. Ja. Goed, het programma. Ik ga even een nulmeting verrichten. Dat is het eerste wat ik altijd doe. Waar sta je nu? Wat doe je nu? Dan ga ik het hebben over wat is een goede spreekles. Hoe doe je een leerdoel? Hoe werk je een leerdoel in een spreekles? Hoe kun je spreekangst overwinnen? En hoe kun je spreken buiten de les bevorderen? Want het is natuurlijk zo dat in die paar uurtjes dat ze les hebben, kunnen ze natuurlijk, hebben ze veel te weinig kans om te spreken. Daarom moet je eigenlijk vanaf de allereerste les bevorderen dat ze ook buiten de les gaan oefenen. Spreekoefeningen doen, buitenschools leren. Wie doet er al wat aan buitenschools leren? Ah, goed zo. Ja, kijk eens. Goed zo. Nou, daar krijgen we het nog uitvoerig over. Want ik vind dat dus echt zo belangrijk. Zijn jullie het met me eens dat ze zo snel mogelijk buiten de les? Er zijn toch een heleboel mensen, en ook kinderen denk ik, die denken dat je eerst de taal moet leren en daarna een pas gaan gebruiken. En die gedachte, daar moeten we dus snel vanaf. Je moet vanaf dag 1 de taal gaan gebruiken. Maar daar is heel wat voor nodig, bijvoorbeeld de spreekangst overwinnen. Ik denk bij spreekvaardigheid wel aan het ABCD-model. Ik hoop dat je... Zijn er mensen die het ABCD-model niet kennen? Ja. Nee? Nee? Ja? Ja. Nee, maar nee moet je even zeggen, want dan kan ik het even... Nee? De meeste, bijna alle, methodes en talen leren, ook NT2-methodes, die werken met het ABCD-model. Dat betekent A, perceptie, luisteren of lezen. Ja, dat is A. Bij B ga je er wat mee doen. Ga je een vierkeuzevraag of een woord invullen of eenvoudige oefeningen doen. Ook schriftelijk. Bij C wordt het al iets meer geleide spreekvaardigheid. Hè? Vraag-antwoorden misschien, stukjes schrijven, allemaal nog geleid, ingekaderd. En bij D ben je bezig met spontane spraak en dingen schrijven. Nou, wat je dan vaak ziet in een boek, dat is dat in het begin heb je een bepaald onderwerp, noem maar wat, boodschappen doen. Met het openbaar vervoer. En dan wordt dat helemaal uitgewerkt en dan aan het eind ga je er iets mee doen. En ik wil daar graag dan nog één ding bij. En de boeken die ik gebruik daar, of die ik maak, daar is dan altijd nog een stap bij. En dat is een stap van binnen naar buiten de les. Want ik vind toch, spreekvaardigheid in de klas is één ding, maar eigenlijk moet die naar buiten. Daar heb ik ook een boekje bij. Buitenschools leren heet het boekje, heel eenvoudig. En dat staat, alles wat ik vertel staat daar ook in. Dat is ook zo fijn. Even kijken of ik alles heb gezegd. Ik wil even met jullie vooruitkijken. Elke les moet altijd beginnen met vooruitkijken. Wat gaan we doen? En eindigt met terugkijken. Wat hebben we gedaan? Maar dat hoef ik jullie niet te vertellen. Vooruitkijken is hier eigenlijk een soort nulmeting voor jezelf. Wat doe je aan spreekvaardigheid in de klas? En hoe stimuleer je spreken buiten school? Schrijf dat even op. Ik vraag jullie dat allemaal even op te schrijven. 2 zinnen is natuurlijk genoeg. Waarom vraag ik dat? Omdat je dat, als je dit soort vragen in de klas stelt, moet je dat ook. Heb je veel mensen die liever even afwachten tot iemand anders het antwoord geeft. En dat kun je ondervangen door te zeggen, wat vind jij, wat wil jij, wat doe je graag, wat heb je gisteren gedaan? Schrijf het even op. Kan in 1 woord, kan in een zin. Maar iedereen wordt dan gedwongen om na te kijken. In goede tijden, daar zijn we nu niet in, we zijn nu duidelijk in slechte tijden, maar in goede tijden zou ik jullie dan vragen om in tweetallen te delen wat je hebt opgeschreven. He? Dat je dat deelt met een andere deelnemer. En daarna zou ik er een paar dingen uithalen om in de groep te bespreken. Dingen die iedereen interessant vindt of die bijzonder zijn of die nieuw zijn. Dat heet dan denken, delen, uitwisselen. Een bekende samenwerkend leervorm die jullie vast ook wel kennen. Uit Ebbens,
je weet wel. En, maar daar is het ook heel belangrijk bij dat je eerst zegt, schrijf het op. Want anders gaan mensen delen en dan hebben ze niks en dan luisteren ze alleen maar. En aan het eind papegaaien ze wat de ander heeft gezegd en dat is toch jammer. Goed. Ik wil graag van jullie ook even weten, nu we toch vooruitkijken, of er dingen zijn die je graag wil horen. En dan kan ik zeggen of ik daar iets voor heb, zal ik maar zeggen. Oh, ja, heeft er iemand een vraag? Ja. Die vorige pagina had je het over spreekangst. Ja. Ik ben benieuwd of je daar een beetje over jouw methode. Ja. Ik heb daar wat voor bedacht en daar gaan we het over hebben. Ja, klopt. Goed. Heel fijn. Wie nog? En een speciale vraag die hij heeft voor dit uurtje. Ja? Op zich het spreken buiten de school, maar dan zijn het eigenlijk de beginnende sprekers en de veel grotere sprekers. Ja. Ja. Oké, okay. Ja, prima. Daar ga ik het ook straks over hebben. Dan heb ik het boekje vast. Wie nog meer? Een vraag. Ja? Wat is daar dan het specifieke probleem? Ja, dat, ja, later komen, hoe kan ik dat proces versnellen? En heeft dat dan te maken met hun uitspraak? Dat kan te maken hebben met de uitspraak, kan te maken met de andere alfabet waar ze mee komen. Ook dat, ja. Ja, ja, ja. Dus, maar hoe krijgen ze zover dat ze al wat eerder beginnen? Met praten. Ja. Dus ze hebben ook veel spreekangst. Ja. Ja. En ze hebben uitspraakproblemen. Nou, die spreekangst krijgen we het zo over. Die uitspraakproblemen, daar heb ik op gerekend. Deze vraag krijg ik namelijk heel veel, al jaren. Ik zit al 30 jaar in het vak en altijd is het... Wat moet ik nou doen met de mensen die zo lang onverstaanbaar spreken? Met name mensen uit Zuidoost-Azië spreken vaak heel onverstaanbaar. Ik weet nog, Vietnamese vluchtelingen werden hier opgevangen jaren geleden. Nou, dat was me wat, zeg. Vreselijk. Ja, dus... Omdat je natuurlijk heel veel verschillende nationaliteiten in één klas hebt, kun je niet met de hele klas de R gaan doen als er één Vietnamees in zit. Dat gaat niet. Dus ik heb... Nee, dat is niet zo leuk voor de rest, want die kan het al. Ik heb dus apps gemaakt, samen met iemand die apps maakt. Ik natuurlijk niet, ik maak de oefeningen. Iemand anders maakt de apps, uiteraard. En die kun je dus downloaden en dan kan iemand in zijn eentje een uitspraakprobleem oefenen. Ik kom er zo nog even op terug als we... verderop zijn. Oké. De volgende sheet gaat over wat is een goede spreekles. En ik wil van jullie graag dat je ook weer eventjes opschrijft wat je zelf een goede spreekles vindt. Wanneer ben je tevreden over een spreekles? Wat vind jij als je een spreekles hebt gegeven? Dit was nou een goede spreekles. Schrijf even wat op. Het hoeft geen essay te worden, hoor. Een zinnetje is genoeg. Oké. Ik laat de volgende sheet zien. Ja, dit zijn mijn ideeën over een goede spreekles. En ik wil graag van jullie even horen of je nog andere ideeën hebt opgeschreven die je hier nog niet tegenkwam. Er moet een reden zijn om te spreken. Vragen stellen aan een leerling waarvan iedereen zijn klompen kan aanvoelen dat je daar het antwoord wel op weet. Dat moet je proberen te vermijden. Dat zijn didactische vragen, maar daar kijken ze wel doorheen, hoor. Vertel jij ons eens even wat we net behandeld hebben. Dat is een didactische vraag. Die is trouwens soms heel belangrijk als je wil controleren of iedereen het begrepen heeft. Maar het is niet een vraag waar je nou echt enthousiast van wordt. Dat is veel meer een persoonlijke vraag. Iedereen spreekt mee. De ideale NT2-les is 80% van de deelnemers en 20% van de docent. Nou, is dat de ideale les? En ik heb alle begrip voor als dat niet lukt. Maar je moet daar wel naar streven. Kijk, als het andersom is, is er iets grondig mis. Dan hebben ze te weinig oefening.
Het onderwerp moet de sprekers interesseren. Ik zou bij 13, 14-jarigen niet meteen hebben over milieuvervuiling, wat toch nog wel eens in de boeken voorkomt, helaas. Ik zou het eerder hebben over een popster of zo. Of iets anders wat ze leuk vinden. Zelf onderwerpen laten aan. Ik had een keer zat ik in een lokaal bij iemand te kijken en die vroeg aan. Die wou de encyclopedie gebruiken, ging die doen. En die vroeg aan een jongen in de brugklas. Zoek maar wat op. Bijvoorbeeld Rubens. Rubens. Wat is het daar het probleem? Hè? Wat zei je? Oh ja, nou, dan ben je al een heel eind verder dan wat het probleem was. Hè? Wie is dat? Wie is dat? Een jongen in de brugklas. Het was ook nog een jongen met migratieachtergrond. Heeft van Ruben. Dat staat zo ver van hem af. Ik zou iets dichter bij huis nemen. Maar ook naakt is ook een punt, ja. Maar dan moet iemand al weten wie het is. Dan zijn we alweer een stapje verder. Ja. Goed. Correctie en feedback moet aansluiten bij de opgegeven doelen. Ja. Je kunt niet aan het eind van de les zeggen, jongens, het ging eigenlijk over de verleden tijd en of je een goede verleden tijd maakt. Dat kun je niet doen. Ik heb een keer een training meegemaakt voor docenten. Toen was dat bij de evaluatie, zei degene die de training gaf. Ja, het is eigenlijk de bedoeling dat jullie meer zouden gaan samenwerkend leren doen in de klasse. Maar dat wisten we niet, dus dat is dan een beetje jammer. Want als je je leerdoel niet kent, kun je er ook niet aan werken. Moeten aansluiten. De spreekangst, nou daar heb je hem. En schaamte moeten besproken worden. En er moet gelachen kunnen worden. Dat hoeft niet per se de hele tijd natuurlijk, maar als het een keertje kan, dat is wel fijn hoor. Wat hebben jullie nog wat hier niet staat? Wie? Ja? Ik vind het wel belangrijk dat ze steeds proberen. Dat ze? Hoofdzin. Ja, dus het werkwoord, zeg maar, antwoord. Dat zijn wel hele gevorderde sprekers. Denk ik. Nou ja, wij werken richting A2. Ja, wat doen jullie? Wat vinden jullie daarvan? Dit is dus een zuiver grammaticale eis die hier gesteld wordt. Hè? Dat kan een specifieke. Dat zou een specifiek leerdoel kunnen zijn, maar ik zou daar met de beginnende sprekers zou ik dan niet. Het is wel heel belangrijk met schrijven en spreken. Ja, dat snap ik, maar als mensen er nog niet aan toe zijn, dan ik herinner me een keer. Ik was een les aan het geven, uitspraak en de vraagintonatie. Die vind ik wel belangrijk, want het is namelijk zo dat vragen, die schrijf je bijna nooit, maar die spreek je altijd. En de intonatie is dus veel belangrijker dan de zinsvolgorde. Ik had een keer een jongen en die zei, waar jij woont, tegen zijn medeleerling. Waar jij woont. Dus die had geen intonatie, dus ik deed het voor. Waar woon jij? Liet het hem imiteren. Waar jij woont? Hij hoorde wel de intonatie. Maar die volgorde, dat pakte die niet. Dus je moet een beetje kijken, is iemand eraan toe? Ja, ik denk dat waar ik op het moment dat ik dat gewoon een stap aan het merk ik wel. Ja, nou, gelukkig leren jouw leerlingen dus heel snel. Ja. Dan is het ook echt een. Is het, eigenlijk noem ik dat een mondelinge grammatica-oefening. Ja. Eigenlijk is dat, als je van tevoren zegt, oké, we gaan korte zinnetjes maken en de volgorde moet goed zijn, dan ben je bezig met een mondelinge grammatica oefening. Dat is goed, dat is prima, er is niks mis mee. Het is niet het doel, maar ja. Het is wel van ja. Ik heb zelf altijd gedacht van, grammatica verbeteren is altijd goed. Tot ik ergens las bij een gerenommeerde didacticus, dat je daarmee dus een. Als je dat doet, dat je dan aangeeft dat je wil dat er grammaticale zinnen gemaakt worden. Als je dat doet in het kader van een klein lesje, prima. Als je dat gewoon als iemand spontaan spreekt doet, dan zeg je eigenlijk,
Ik wil dat je grammaticale zinnen maakt. En als mensen geen fouten willen maken, dan hebben ze daar een hele goede manier voor. Dat is namelijk, houden ze hun mond, ja. Dus je moet uitkijken daar met spontane spraak. Te veel. Ja, wat wij zeggen? Ja, het wordt spontaan omdat ik geef Nederlands en Engels, zoals ik met de school. Ja. En bij mij is eigenlijk altijd het hoofddoel. Er is een bepaald onderwerp in de les en dat de leerling daar met zelfvertrouwen over kan spreken in de taal. En of dat dan grammaticaal al helemaal correct is, vind ik van het eerste aanleg nog niet zo belangrijk. Het gaat om dat leerling. Nou, dan heb je te maken met een heel ander. Ja. Precies. Nee, dan heb je het over een heel ander doel. Je moet goed realiseren dat is de examens, als daar bij mondelinge examens, is de eerste eis altijd, is het begrijpelijk en verstaanbaar. Als het dat niet zo is, dan wordt het verder, wordt het helemaal niet meer op andere dingen nagekeken. Dus het eerste is begrijpelijk en verstaanbaar. Dus daar moet je echt heel erg op inzetten. Nogmaals, wat jij doet, prima, maar dat is een oefening. Ja, wat wil je zeggen? Ja, achter jou zit iemand. Ja. Ja, maar dat hebben de meeste mensen, denk ik. Ja. Ja. Mag ik even naar je achterbuur vragen? Die heeft nog wat vragen. Ja, nee, ik wil ook een beschrijving. Want mijn spreek is altijd heel belangrijk dat ze dus kunnen uitleggen waarom ze, dus dat ze mening geven over het onderwerp en waarom zij dat zo vinden. Ja. En vind ik ook leuk als er dan zelfs een beetje discussie gaat ontstaan. Ja, ik zit in een uitspraak dat ze niet staan. Ja, dat klinkt als uitstoot. Dat is natuurlijk wat je eigenlijk ook van een Nederlandse leerling wel verwacht. Precies. Een van de grote problemen ook bij volwassen anderstaligen is dat er in Nederland in alle examens, maar ook op alle studies en ook op alle werkplekken altijd gevraagd wordt naar je mening. Ja. Nou, ga er maar aan staan. Veel oefenen. Gelukkig wordt het in de boeken ook heel veel geoefend. Had er nog iemand iets anders? Ja? Een aantal leerlingen die continu willen praten en leerlingen die absoluut niks willen zeggen. Ja, ja dat klopt. Voor mij is het een heel belangrijk doel dat ik alle leerlingen toch een keer een beetje aan het praten krijg. Ja, nou, dat is precies waar ik jullie ook het doel wil krijgen dat je dat doet zo. En dat is in eerste instantie, maar daar komen we nog op, tweetallen formeren. Dan heb je in ieder geval al de helft die tegelijkertijd allemaal praat. En jij kan niet zelf praten. En dat je bij groepsdiscussies dus niet zegt, jongens, roept u maar. Nee, denken, delen, uitwisselen, wat ik net liet doen. Dus de vraag, je schrijft hem op, je deelt hem met de buren. En het wordt centraal nog een keertje nagesproken. En dan heb je, iedereen heeft dan zijn zegje gedaan. En spreekangst bestrijden. Ja. Had er nog iemand iets genoemd wat hier niet stond? En wat hij wel belangrijk vindt om mee te delen? Ja? Nou, ik vind het ook altijd belangrijk bij spreeklessen om een stuk van de cultuur. Want met spreken, met uitspraak, je hebt heel veel, wat je zegt, is ook met de cultuur te maken. Heel veel. En om daar ook een beetje ondergrond aan te geven, dat is een beetje begrijpelijk waarom het zo gedaan wordt. Ja, oké. Okay. Komen we zo nog op terug. Leerdoelen en het overwinnen van spreekangst. Dat zijn de eerste twee dingen. Voor die leerdoelen moet je een gesprek aangaan met de cursisten over, oké, wat moet je kunnen zeggen? Natuurlijk, op school. En je wilt met de anderen. Ze komen uiteindelijk in een uitstroomklas en dan komen ze in een klas met allemaal Nederlandse leerlingen. Daar willen ze mee kunnen praten. Maar ze moeten ook andere dingen kunnen. Ze willen misschien dingen kopen, lid worden van een club. Nou, in ieder geval, je wil dat ze allemaal zelf nadenken over wat ze moeten kunnen zeggen. Want ze moeten ook doen aan intrinsieke motivatie. Het moet niet een vak zijn wat je doet omdat de juf of de meester het zo graag wil. Zo is het niet. Nee, het is een heel belangrijk, dringend middel. Nederlands is geen doel, zeg ik altijd. Nederland is een middel. Ze moeten het zien als een middel voor communicatie. En als je het niet hebt, dat middel, dan heb je een probleem. Daarmee moet ik even wel zeggen dat een van de problemen van mensen die Engelstalig zijn, is dat ze het middel wat minder nodig hebben dan de anderen. En die klagen dan ook van, iedereen praat altijd Engels tegen ons.
Dus een Engelstalige of iemand als Engelse tweede taal, die moet zichzelf dan toch in acht nemen dat hij ook Nederlands spreekt. Nou, cultuur. Wat zeg je waar en tegen wie? Heel belangrijk. En dan het allereerste begin. De spreekangst. Het luisteren. Je moet mensen verleiden om te spreken. Het moet beginnen met luisteren. Spreken moet misschien beginnen met een briefje in je hand waarop staat: waar woon jij? En dat ga je dan voorlezen aan iemand en die zegt dan: Purmerend. Ja? Dat is het allereerste begin. Allemaal tegelijk spreken, zei ik net al. Die taalreps zijn nou goed. Maar ook gewoon de docent zegt een zin en de hele groep zegt het na. Gewoon je eigen stem horen in het Nederlands. Dat is het eerste stap. Het is een hele rare taal ook, hè? Met die rare u, waarbij je zo'n raar mondje moet trekken. Hebben mensen een enorme hekel aan die u. U. Komt niet in heel veel talen voor, de u. In Frans en in Turks, maar verder niet veel. En vinden ze raar, u. Blijf. Hè? Blijf. Ja, de meesten maken dan ook een u van. Hè? Let maar eens op. Van de u wordt heel vaak ook al, omdat in heel veel talen, als je een u schrijft, dan spreek je dat uit als een u. Heel Oost-Europa en Zuid-Europa en allerlei andere landen. Dus eerst jezelf horen terwijl iedereen praat. En dan bij dat verleiden tot spreken krijg je, het spreken is geen doel, maar een middel. Daarmee bedoel ik, je gaat spelletjes doen, wedstrijdjes doen. Ik zie wat jij niet ziet. Wat kun je allemaal met een papier doen of met een potlood en dan de klas in twee delen en kijken wie het meeste woorden verzint. Nou ja, ik ga op reis en ik neem mee. Heel simpel, hè, dat is een van de simpelste dingen. Gewoon zorgen dat mensen het leuk vinden om mee te doen zonder dat ze nou het idee hebben dat ze moeten presteren. Dat ze niet het idee hebben van, oh jee, ik moet iets. Nee, gewoon galgje. Al zou ik het geen galgje noemen, dat is misschien niet voor iedereen zo prettig. Ja, er wordt mij altijd heel gezegd, ja, galgje, dat kun je toch niet spelen in de NT2-klas. Maar mijn ervaring is dat het wel kan en bovendien kun je er ook een poppetje van maken. Hè? Die galg kun je weglaten. Ja, iedereen kent het toch wel, hè, galgje, mag ik hopen. De steun en toeverlaten als er eens 10 minuten over is. Altijd nog even galgje met de woorden uit de les. Hè? Ja. Nou, dat bedoel ik met verleiden om te spreken. Wedstrijden, spelletjes. Oké. Nou, spreken is helemaal niet één geheel, was het maar zo. Het zit vol met allemaal aparte deelvaardigheden. En die moeten allemaal. Nou, woordenschat en idioom. Daar ga ik nu geen tijd aan besteden. Dat waren aparte workshops. Daar zijn jullie vast geweest van Vos van der Made. En het is een enorm uitvoerig onderwerp. Maar het is wel het allerbelangrijkste. Allerbelangrijkste. Woorden. Maar nummer 2, minstens zo belangrijk, is verstaanbaarheid. Want je kunt wel 100.000 woorden kennen, maar als je ze niet goed uitspreekt, dan kunnen de Nederlanders je niet verstaan. En dan denken ze ook weer, 99,9% die hoort een uitspraak en dat verstaat hij niet goed. En die denkt, zijn of haar Nederlands is niet goed. En dat heb ik zelf gehoord, dat mensen dus vanwege een slechte uitspraak bijvoorbeeld op een stage weggestuurd werden. Terwijl ze dan al staatsexamen 2 achter de rug hadden, dus best goed Nederlands kennen, maar niet goed uitspreken. Dus dat is heel belangrijk. Stijl en register. Nou, daar hebben we al u en jij. U is sowieso een vervelende letter om uit te spreken, u. En in heel veel talen, waaronder het Engels, bestaat het helemaal niet, het verschil tussen u en jij. Dus voor iedereen die Engels als eerste of tweede taal heeft, is dat al onbekend. Maar je weet het zelf ook wel, als wij in een andere taal spreken, dan is het voor ons ook lastig om te weten wanneer er u en jij, iemand er straks zei al, in België is het al heel anders. In Duitsland slaan de Nederlanders flaters met het doetsen. Ja, en in het Nederlands luistert het ook heel precies. Als je naar de radio luistert en iemand wordt daar geïnterviewd, dan zegt de interviewer, ja, wij tutoyeren elkaar, want we kennen elkaar al.
Of ze zegt, of hij zegt, ja, we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Dat betekent dus dat ook in Nederlands voor een radio-interview dat van tevoren even gezegd wordt van, we zeggen geen u, en dat komt daar en daardoor. Zo belangrijk is het. Dat je anders, hè, als je je zegt tegen iemand die dat liever niet wil, dan zeggen ze niks. Maar ze denken wel wat. Terwijl als je je zegt tegen iemand die... Als je u zegt tegen iemand die dat liever niet wil, dan zegt hij, je mag me wel Piet noemen. Hè? Die zeggen wel, dan zeggen mensen wel wat. Dus begin altijd met u. Leer ze dat. En laten jullie jezelf je of u noemen? Ja. Nou, bij jou in de klas krijgen ze dan een oefening. Ik zou aanraden om mensen die zich je willen noemen, moet je natuurlijk helemaal zelf weten, om oefeningen in te bouwen met formele gesprekken. En zinnen met u. Zinnen met u maken. Hè? Echt belangrijk hoor, dat moeten ze kunnen. Ook voor examens, maar ook voor gewoon de maatschappij. Nou, standaard zinnen, routines. Bedanken, groeten, klagen, afscheid nemen, binnenkomen, alles. Zit ook dus heel erg in deze taalreps. Hè? Er zitten allemaal standaard zinnen en routines in. Ja, kun je allemaal oefenen. Dan krijgen we misschien nog wel het allerbelangrijkste, sociaal-culturele kennis. Je kunt wel Nederlands kunnen spreken, maar als je het verkeerd gebruikt tegen de verkeerde mensen. Hè? Je zegt in formele situaties helaas pindakaas, omdat je er gehoord hebt dat dat zo grappig is. Nog erger, een cursist van mij die zei, ik kom vanmiddag niet naar les, want ik moet naar de dokter, want ik heb syfilis. Ja, dan zit je dus fout. En dat is heel begrijpelijk, want in Nederland kan je alles zeggen. Op de televisie hoor je voortdurend mensen alles zeggen, van alles en nog wat. Dus mensen kunnen heel gauw het gevoel krijgen dat dat in Nederland heel normaal is om dat tegen je docent te zeggen. Maar dat is het dus niet. Hè? Al die dingen die zijn zo verschrikkelijk belangrijk. Ik had ook een jongen uit Afghanistan, een jongen van 18. Hele slimme jongen. Die zei op een gegeven moment tijdens de les, zei die, homo's zijn erger dan dieren, want die doen dat niet. Dat was gelukkig een jongen uit Indonesië in de klas en die zei meteen, wel waar, vogels. Ja, iedereen die vogels houdt, die weet dat. Maar afgezien daarvan, dat is een zin die kun je in Nederland niet zeggen. In Afghanistan waarschijnlijk is dat vrij normaal om dat te zeggen, maar hij kan dat hier niet zeggen, want hij krijgt daar de grootst mogelijke moeite mee. Dus dat heb ik hem toen ook na de les verteld. En als mensen echt zulke soort dingen doen die dus echt niet kunnen, dan moeten ze dat horen. Maar er moet ook flink, natuurlijk zijn de meeste leerboeken, staat heel veel in van gewoon leven in Nederland. Maar het is toch vaak goed om even op te letten van, hè? Wat zeg je tegen een agent? Leeftijdsgroep tussen 12 en 18 komt nog wel eens in aanraking met een agent. Wat voor reden dan ook. Dan moet je wel even weten hoe je daarmee omgaat. Nederlanders kunnen bijvoorbeeld in Amerika helemaal de mist in gaan, omdat ze denken dat je tegen een agent wat kan zeggen. Hè? Een gesprek kan voeren. Maar dat kan niet in Amerika hoor, met een agent. Hou daar rekening mee. Het is niet de bedoeling dat je gesprek voert met hem. Hè? Je mag meteen thesis. Ja. Ja. Yes, officer, dat is eigenlijk alles wat je kunt zeggen. Ja. Tempo en vloeiendheid. Oefenen, oefenen, oefenen. Met een stopwatch als ze een examen moeten doen. Bij een uitstroomgroep met de stopwatch. Kijken of je het zo sneller kan. Heel belangrijk. Het is zonde als je een examen moet doen op het gebied van spreken. En je bent pas halverwege het verhaal. En de tuut, klaar. Nou ja, zoals ik al zei, het is een van mijn echt hele standaard dingen dat in de les spreken is nooit voldoende. Klopt dat? Er zijn er dus bij die babbelen meteen tegen iedereen en overal. Ze zeggen ook dat een extraverte persoonlijkheid de beste manier is om een taal te leren. En dat klopt wel. Als je altijd tegen iedereen praat, dan
Even kijken hoor, we hebben van die spreekangst, die moet nog wel terugkomen natuurlijk. Oeh, ik... Hè? Ik verzei niet. Het FUD-model. Ja, het FUD-model. Ja, daar gaan we het zo even over hebben. Ja, ik zie nu dat ik de... dat ik het even over die spreekangst had moeten hebben al. Ik ben niet zo snel gegaan. Ik ga het nu even eerst hebben over de spreekles en wat je daaraan kan doen. Dat is namelijk het volgende. Een van de problemen met angsten, en ook met spreekangst, is dat je je daarvoor schaamt. En heel veel mensen die dus niet durven te praten in het Nederlands, die schamen zich ook voor de fouten die ze maken. En die moeten dus over die schaamte heen. En de beste manier om daar overheen te komen is als je zelf begint met te vertellen waar jij bang voor bent met spreken. Bijvoorbeeld om via de telefoon in Italië, in het Italiaans, een hotelkamer te bespreken. Ik weet niet wie van jullie dat goed kan, maar ik heb daar nogal moeite mee, zou ik maar zeggen. Dat vind ik heel... Als ik ga bellen naar Italië en ik weet niet of er iemand komt die iets anders spreekt dan Italiaans. Nou, dat is behoorlijk angstopwekkend. Als je zelf zoiets als voorbeeld geeft, kan alles zijn natuurlijk, welke situaties je zelf moeilijk vindt, dan nodig je ze uit om zelf ook dingen te vertellen. Die ga je dan even opschrijven, wat ze vertellen. En dan ga je een hiërarchietje van maken. Zo van, wie vindt dit allemaal moeilijk? En dan krijg je dus 6 mensen vinden dit en 3 mensen vinden dat. En dan krijg je dus dingen die iedereen moeilijk vindt. Vaak is dat telefoneren of praten in een groep. Praten voor een groep vinden mensen nog meer moeilijk. En er zijn dingen die iedereen niet zo heel erg moeilijk vindt. Bijvoorbeeld een broodje kopen bij de bakker of zoiets. Of een andere boodschap doen. Dat is nog wel te doen. Mensen groeten, bedanken. Dus dan maak je een hiërarchie van wat vindt iedereen, of vinden de meeste mensen makkelijk en wat vinden sommige en de meeste mensen moeilijk. En dan ga je dus de makkelijke dingen als huiswerk opgeven. Dus bijvoorbeeld, oké, dan gaan jullie een boodschap doen. Vertel maar even welke boodschap je gaat doen. Eerst even vaststellen wat iedereen voor boodschap gaat doen. Volgende week ga ik vragen wat je hebt gedaan. En dan gaan we dat bespreken. Je moet ze aanwijzing geven hoe je simpel kan beginnen. In dit boekje worden dus al vanaf de eerste les bijvoorbeeld luisteren naar groeten. Hè? Zelf groeten, bedanken. En al die dingen, daar zijn formulieren voor. Want als je mensen een formulier laat invullen, dan krijgt het status. Ik weet niet of jullie dat ook merken, maar als je mensen hun boek dicht laat doen voor hun spreekvaardigheid, dan is voor heel veel mensen is dan het belangrijke deel over. Boek dicht, geen boek erbij, betekent niet belangrijk. Dus daarom heb ik bij al die buitenschools leeropdrachten allemaal formulieren die mensen dan moeten invullen. Met wie heb je gepraat en hoe ging het, wanneer. Nou, natuurlijk moet je eerst in de groep wat doen. Dus mijn idee is ook dat je zoveel mogelijk spreekvaardigheid moet geven als nodig is om buiten de klas ook te spreken. En een hele goede methode daarvoor is het houden van enquêtes en interviews. Die kunnen heel simpel zijn. Als je een hoofdstuk hebt over eten, maaltijden, dan hou je onderling een enquête over wat eet jij bij het ontbijt en eet je gezond of niet gezond? Nou, het zijn allerlei enquêtes. Kunnen ze zelf ook bedenken. Allerlei enquêtes zijn mogelijk. Interviews. Ze kunnen iemand gaan interviewen over van alles en nog wat. Eerst in de klas en dan daarbuiten. Jullie leerlingen hebben als grote voordeel dat ze natuurlijk op een school zitten, waarschijnlijk waar heel veel mensen Nederlandstalig zijn. Volwassen leerders van het Nederlands hebben het probleem dat ze eerst een Nederlander moeten gaan zoeken. En die zeggen dan vaak van ja, maar bij mij de buurman is ook geen Nederlander. En daar hebben ze dan waarschijnlijk ook gelijk in, als het in Amsterdam is of dergelijke. Maar je moet eerst vertellen wat ze moeten doen. Je moet vertellen met wie. Je moet vertellen wanneer het klaar moet zijn. En één ding staat vast,
bij dat terugkijken. Als je niet terugkomt op die buitenschoolse opdracht, dan is het meteen afgelopen en dan zullen ze het nooit meer doen. Het terugkijken naar een buitenschoolse opdracht is het allergrootste belang. Anders dan houden ze hem op. En dat zouden wij zelf ook doen hoor. Als wij moeilijk en vervelend huiswerk op zouden krijgen op een cursus of school en het werd niet gekeken of we het gedaan hadden, dan zouden we de volgende keer het ons niet zo moeilijk maken. Goed, die gesprekken oefen je in de klas en het kan zijn dat je dan deelvaardigheden tegenkomt. U zeggen, beleefd, het gesprek beginnen, het gesprek eindigen en die moet je dan oefenen. Dat merk je vanzelf als je rondloopt terwijl mensen bezig zijn. Dan merk je vanzelf wat je nog moet oefenen. Het FUT-model. Dat is de volgende sheet. Dus dat doe ik de volgende sheet. Maar ik wil eerst nog even hebben over feedback geven met audio of video. Mensen vroegen het vorige uur een hele goede vraag. Ja, wanneer moet ik ze nou verbeteren? He, mensen zijn aan het praten, ze doen een spreekoefening. Moet ik ze nou gaan verbeteren? Dat is best lastig. En dat kun je dus verhelpen door met de tegenwoordige telefoontjes een audio- of videoopname te maken. Daar zijn ze nou zo handig voor. En die kun je dan afdraaien. En dan hoef je dus niet iemand te corrigeren terwijl die spreekt, maar dan kun je dat doen na de afloop als je dat laat horen. En dan kan iedereen ook meedoen. Hè? Dan kun je ook opdrachten geven aan de anderen van: wat zou je hier voor woord gebruiken? Weet je nog een andere manier om dit te zeggen? Wat vind je van deze zin? Zullen we hem een beetje anders maken? En dat is een hele erg nuttige manier van feedback geven. Nou, terugkijken heb ik al gezegd. Als je niet terugkijkt, houden ze er meteen mee op. Dus dat is echt heel belangrijk. Ook leuk om presentatietjes te laten geven. En even het FUT-model op een eigen... FUT-model is een heel bekend model, ook weer bij spreekvaardigheid, maar ook bij andere opdrachten in talenlessen. Je begint met het voorbereiden. Je gaat bijvoorbeeld met de mensen een clubje bij elkaar zitten met z'n tweeën, drieën, vieren. En je gaat woorden en zinnen verzinnen. Die horen bij het onderwerp. Je gaat een gesprek voeren bij de tandarts, ik zeg maar wat, bij de dokter. Welke woorden heb je nodig? Verzamel je in de groep. Schrijf ze eventueel op het bord, als het beginners zijn, lijkt me dat een heel goed idee. Je gaat uitvoeren. In tweeën gaan mensen een gesprek voeren of elkaar enquêteren of een enquête of een interview houden. En daarna kijk je terug. Hoe is het gegaan? Wat heb je nog nodig? Wat heb je geleerd? Maar op dat punt, als je bent nog steeds in de klas, wat heb je nog nodig? Dat geldt dan voor om het gesprek nog eens te voeren en dan buiten de klas. Ben ik dat? Nee, ik ben het niet. Dit geheel is dus eigenlijk het voorbereiden op iets buiten de klas doen. Want als je dit allemaal hebt gehad, bij wijze van spreken, een hele leuke die ik vaak ook gebruikt heb bij trainingen, dat is complimenten maken. En daar boffen jullie maar bij, want als het mee had gezeten, hadden jullie elkaar in het Duits complimenten moeten maken. Maar dat gaat dus nu niet door, vanwege de afstanden. Maar goed, complimenten maken is een hele leuke methode om mensen te leren iets buiten de klas te doen. Eerst gaan ze dus elkaar complimenten maken en daarna is de opdracht: maak een paar mensen een compliment buiten de klas. Dat kan iedereen zijn, de juffrouw die bij de kassa zit, hè? Wat heb je een mooie hoofddoek aan, of nou ja. Iedereen. Dan is dit dus eigenlijk de V van het FUT-model in zijn geheel. Want daarna komt pas de U, namelijk de uitvoering buiten de klas. En de T in de klas weer terugkijken hoe is het gegaan. Dus eigenlijk is buitenschools leren een dubbel FUT-model. Dat staat hier ook allemaal in. Leuk is dan om aan het eind een presentatietje te laten geven. Wat je gedaan hebt. Ik kom zo nog even op gebruik van de smartphone en dan is het helemaal leuk om daar iets mee te doen met de smartphone. Maar eerst wil ik het hebben over dat papier wat ik jullie allemaal gegeven heb. Is er iemand die het papier niet heeft, om wat voor reden ook?
Ik heb er nog een aantal over en die heb ik op het podium gelegd. Dus als je straks zegt, hier heb ik op zitten schrijven, ik wil graag nog een lege. Je kunt ook mij een mailtje sturen en dan krijg je hem per mail. En dat is helemaal handig, want dan kan je er zelf in gaan veranderen. Op de laatste sheet komt mijn mailadres. De taalkaart is eigenlijk een hele simpele manier van continu stimuleren, week na week, één keer in de week doe je dat. Stimuleren dat er buiten de school gepraat wordt, buiten de klas. Je mag natuurlijk wel in school praten. Zijn er mensen die hem al kennen, de taalkaart? Ah, kijk eens. Ja, goed. Leuk. Heel eenvoudig. En je kunt er dus van alles mee doen. Je kunt hem moeilijker maken. Deze is... Begint met een Nederlands televisieprogramma waar je naar gekeken hebt. En een gesprek gevoerd. Nou, bij beginnende sprekers zou je dat gesprek er al helemaal afgooien. Dan is naar de Nederlandse televisie gekeken en vertel daar wat over. Is dan al heel wat. En dan, het ging goed. Ik heb goed gelet. Ik ga nog beter letten. Dat is dus terugkoppelen. Kijken naar jezelf. Je kunt alleen maar een taal leren als je jezelf kunt horen. Als je daar jezelf kunt corrigeren. Je hebt niet altijd een leerkracht naast je die zegt van, andere volgorde. En het eerste helft is dus wat je gedaan hebt die week. En het tweede is wat je van plan bent. Want je gaat natuurlijk ook plannen maken. Als je geen plannen maakt, dan komt er niks van terecht. Dan is de week zo om, oeps, vergeten. Nee, je gaat plan maken wat je gaat doen. En je doet dat dus in tweetallen. Dan kunnen mensen elkaar helpen. Ja? Doe jij het zo of doe je het anders? Ik weet het precies zoals u het geschreven heeft in het ja. De tweede helft van het voorbeeld verhaal, het ging goed om dat en ook voor de komende week. Het gaat goed om dat ik ga goed net om. Het kost mij heel veel moeite en het is nog niet heel druk om de leerlingen zover te krijgen dat ze goed reflecteren. Ja. En dat voelt van tevoren bedenken waar ze omgaan. Er waren een paar leerlingen die dat wel uiteindelijk. Ja, maar dat is ook moeilijk hoor. Ja, maar dat is voor je dat hij zei, en geef je dan voorbeelden? Ja. Ja. En ook voorbeelden van leerlingen als ik dan spreek. Maar toch waren er bijvoorbeeld, het ging goed om dat makkelijk. Waarom leerde ik dat? Ja. Maanden hebben volgehouden. Ja, maar dat is gewoon te moeilijk dan voor ze. Je moet echt een lange adem hebben met die twee woorden. Ze krijgen natuurlijk input van de anderen die het wel kunnen. Daar kun je op wijzen. Oh, kijk eens. Dat wordt een goed idee. Ja. Maar niet iedereen. Ik denk, kijk, het is namelijk zelfreflectie, wat ze dat moeten doen. Niet iedere jongere is daar in staat. Wat wil jij zeggen? Ja, ik had een vraag. Ik merk de laatste tijd dat het steeds lastiger is als ik ze met opdrachten voor interviews richting het winkelcentrum van mijn school stuur. Omdat het dan ook wordt, ja, privacy, dat soort zaken, en dan worden door BOA's weggestuurd. Maar wat voor vragen zijn het dan? Gewoon vragen over eten, of wat mag ik wat vragen wat u eet, en dat soort vragen. Ja. Natuurlijk voorkomen onzin, ze schrijven toch geen namen bij? Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, die BOA's die nemen hun taak iets te letterlijk. Ja, Nee, voor die tijd, maar ik praat nu al over een tijdje. Ja, ja. Dat ze bezig zijn. Ja, met corona, dan gaan we het over hebben, dan gaan we het helemaal digitaal oplossen. Het is heel vervelend. Ik kan er ook niet echt een oplossing voor geven, want ik heb die BOA's natuurlijk niet onder controle. Wat we dan binnenkort gaan proberen als hier de ruimte is, ja. We hebben vlakbij een jeugdhuis. Ja. Ouderen worden geïnterviewd over hun jeugd, wat voor hen belangrijk is. Oh, dat is fantastisch. Ja. Ja. Dus over het algemeen wordt dat heel erg goed. Ja, zeker. Ja, nee, dat je iemand niet kan vragen over zijn eetgewoontes, omdat dat een kwestie van privacy is. Dat is een beetje raar in het licht van Facebook, Twitter en andere middelen. Ja, dat heb je ook nog. Zo direct, hè, tegen iemand in persoon. Ja. Ongelooflijk. Je kunt alleen maar denken, dat is iemand die heel bang is. Als je al bang bent voor een 17-jarige jongen met een iets donkere huidskleur, dan ben je dus wel heel bang.
Maar het is verschrikkelijk. Goed. Iemand nog iets over de taalkaart? Want we moeten een beetje voort. Ja? Eenvoudig beginnen. Beginnen met luisteren naar groeten. Luisteren naar bedanken. Opschrijven. Wat heb je gehoord? Hele simpele dingen. En iets wat hoort bij het onderwerp van de les natuurlijk. Hè? Je gaat niet zomaar iets uit de lucht plukken. Wel als het gaat over mensen die uitstromen. Want die moeten inderdaad wel iets zomaar kunnen in het Nederlands. Maar niet bij mensen die nog een heleboel moeten leren. Ja, de smartphone. Een fantastisch middel, ook in coronatijd, de smartphone. Ze kunnen namelijk, je kunt opdrachten geven van wat vind je een mooi huis? Maak een foto van een mooi huis, hè? In de buurt waar je woont. Of je kunt mensen een filmpje laten maken van hun eigen kamer of zoiets. Of van de tuin, nou, ik noem maar wat, van alles. Van alles is mogelijk. Mensen die stage lopen of werken, die kunnen de klok op hun werk fotograferen op verschillende momenten en vertellen wat er op die momenten gebeurt op hun stage of werk. Dus allerlei ideeën. Je kunt de mensen ook zelf ideeën laten ontwikkelen wat je kan doen met de smartphone. En het leuke is dat je dan die filmpjes natuurlijk kan uploaden en dan verhaal bij kan laten houden van maximaal 5 minuten. Ofwel in de klas, ofwel op de Zoom of de Skype. Dus dat is eigenlijk ook in coronatijd een ideaal leermiddel. En dan heb je een evaluatie door de groep. Maak je een formuliertje voor. Bijvoorbeeld tops en tips. Hè, die kennen jullie wel. Iedereen moet tops en tips invullen. Geef je na afloop aan degene die de presentatie hield. Wat ook wel eens gebeurt, dat is iedereen moet een vraag stellen over de presentatie. Vinden mensen, kinderen, vaak heel moeilijk. Iemand zei de vorige uur, ja, dan vragen ze vaak iets wat al gezegd is. Ja, dan weten ze zeker dat het een goede vraag is. Een vraag over iets wat nog niet gezegd is, is best moeilijk. Maar dat moet je toch doen om de mensen die luisteren ook actief te krijgen. Hè? Dus ofwel evaluatie, ofwel een vraag laten stellen. Anders dan suffen ze allemaal onmiddellijk in. Goed. In betere tijden kun je misschien mensen met tweetallen dat kan misschien nu ook hoor, weet ik niet. Moet je zelf besluiten. Maar dan kunnen ze, de een die voert het gesprek en de andere neemt het op. Neemt de medeleerling op, hè? Niet de Nederlandse gesprekspartner. Bij het terugkijken laten ze dat zien, dat filmpje. En ze evalueren elkaar wat ze ervan vonden. Dan krijg je dus een min of meer directe evaluatie op het punt, op het moment zelf. Staat allemaal in het boekje. Het is ook erg handig als je met telefoneren wil oefenen. Oké. Dan zijn we nu aan het terugkijken. Ja, terugkijken. Altijd heel belangrijk, ook in jullie lessen, om de mensen ervan te doordringen dat ze iets geleerd hebben en dat dat niet was omdat jij dat zo graag wou, maar dat dat was omdat ze de bedoeling was dat ze er iets van meenemen. Dat terugkijken is in de praktijk nogal eens lastig, omdat de lessen vaak meer tijd kosten dan je dacht. Tenminste, dat is bij mij het geval. En dan, oeps, is het opeens de bel. En dan heb je nog geen huiswerk opgegeven en je hebt nog niks. En wat ze ook doen is dus de klapper vast dicht klappen. Iets waar ik altijd een vreselijke hekel aan had. En dat mocht ook niet van mij trouwens. Maar dan heb je dus het terugkijken is dan helaas gepasseerd station. Dus je kunt je telefoon even op de wekker zetten dat je 5 minuten voor het eind ophoudt. Dat is dan misschien een manier, die heb ik gebruikt en die beviel me erg goed.
Vijf minuten voor terugkijken. Want dan krijg je dat mensen inderdaad zich realiseren. Oh, wacht eens even. We hebben hier iets geleerd. En wat is daar de bedoeling van? Waarom doen we dat? Niet omdat we hier de uren vol moeten maken, maar omdat we er wat mee willen. Nou, ik vraag nu dus aan jullie, wat nemen jullie mee? En dan wil ik graag dat je een 1, een 2 en een 3 even opschrijft van wat je het belangrijkste vindt, wat je meeneemt. En wat nummer 2 en wat nummer 3. Mag je nu even opschrijven. Oké. De taalreps. Wie heeft de taalreps op 1? Op 2? Was ik te snel? Wie heeft de taalreps op 1? Nog een keer. Ja. Op 2? Op 3? Heel goed. Dat zijn er toch een heleboel die dat meenemen. Leerdoelen en overwinnen van de spreekangst. Ja, vind ik zo'n belangrijk onderwerp, jongens. Op 2? Wie heeft het op 2? En op 3? Nou, dat vind ik echt heel fijn dat jullie dat ook heel belangrijk vinden om iets aan te doen. Want het is zo jammer als mensen vanwege spreekangst eigenlijk nooit spreken. Want ze oefenen niet. Ze oefenen gewoon niet. Hè? Vooral mensen die het graag goed willen doen. Ik werkte zelf veel met volwassenen ook. En als mensen een universitaire opleiding in hun eigen land achter de rug hadden, dan hadden ze meer spreekangst. Was mijn ervaring. Waarom? Stellen hoge eisen, ja. Die wou het goed doen. Ja, wou het in één keer goed doen en dan kwam er dus niks uit. Dus dan bleven ze helemaal stil. Ja. Goed, spreken buiten de les. Wie heeft het op 1? Ah, goed zo. Mijn dag is goed. Helemaal goed. Ja, op 2? Op 3? Hartstikke goed. Ja, foto's en filmpjes maken. Wie heeft het op 1? Jullie doen dat waarschijnlijk al. Hè? Ja, dat is buiten de les natuurlijk. Hetzelfde in feite. Ja, ja. Maar jullie doen dat misschien al heel veel. Voor deze leeftijdsgroep is het natuurlijk erg voor de hand liggend. Ja. En de taalkaart, wie heeft die op 1? Op 2? Ja, op 1? Je hebt alles op 1. Je kunt gebruiken om je les interessanter te maken. Ja. Taalraps, foto's, taalkaart. Het zijn allemaal middelen, het zijn werkwoordvormen, speciaal om mensen actiever ook te maken. Om ze duidelijk te maken dat een taal leren niet iets is wat je kunt doen door passief in een bank te zitten en te luisteren. En toch is dat wat ze heel vaak wel achter de rug hebben als onderwijs. Dat is ook waar wij natuurlijk mee te maken hebben, met mensen die gewend zijn aan een hele receptieve manier van onderwijs krijgen. En dat willen wij niet, wij willen juist een hele actieve manier van onderwijs. Dat is een omslag, dat heeft tijd nodig. Daar moeten we echt wat aan doen. Ja? Ik heb ook zin er wel op moeten, die foto's en filmpjes. Ook omdat we wel een ervaring hebben gehad. Hè, dat dingen, ook die zomaar niet bedoeld zijn om te delen. Die worden dan gedeeld op Facebook. Blote dames. Nee hoor. Oh. Ook die in de klas zelf of leerlingen in de klas die gewoon zomaar te kakken worden gezet. Ja. Op Snapchat. Dus daar ben ik zelf. Ja, nee, ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Want het is natuurlijk dat de filmpjes en de foto's zijn een middel om elkaar te pesten. Ja. Wordt ingezet als pestmiddel. Ja. Mag ik daarop reageren? Ja, zeker. Ik ga mijn tablet, mijn eigen tablet daarvoor. Ja. Het is mijn tablet, er wordt niets verzonden. En dat ben ik mij. Ja. Het is ontzettend lullig dat de smartphone wordt gebruikt als middel om mensen te kakken te zetten. Maar aan de andere kant. Ja, de telefoon wordt ook gebruikt om mensen te kakken te zetten en toch gebruiken we de telefoon. Het is een communicatiemiddel uiteindelijk. Ja. Maar ja. Ik ga binnen de school, dan heb je het over binnen de school. Ja. Maar goed, als je als opdracht geeft, maak een foto van je kamer, bij wijze van spreken, of van je huis. Dan is dat toch niet een middel waarmee mensen elkaar kunnen pesten, denk ik. Nee, het gaat echt om in de klas zelf en wat er gebeurt. En dat naast het
filmpje wordt gemaakt van het gesprek, wordt er dan allemaal ook nog even iets anders opgenomen. Dat gebeurt gewoon. En nou ja, dat ook maar eventjes. Ja, als dat goed. Echt, ja. Hè? Moet je als de set nog wel echt opzij? Ja. De regels voor de klas, jongens, zo belangrijk. Dat ze die zelf maken. Ze zijn veel strenger dan wij. De klas beginnen altijd met de wat zijn de regels hier? Ja? Wat ik mis bij over verhalen zijn taalspelletjes. Ja. Bijvoorbeeld kinderen. Als ze juist angst hebben om te spreken, kan je eerst niet doen. Daarna met het geluiden en daarna opschrijven. Ja. En ik merk, zelfs al zitten ze in een jaar verder, dat ze zeggen, mag ik nog even mimelijk overleven? Ja, dus, dat is ontzettend leuk natuurlijk. Ja. Ja. Nou, dat is ook wat ik bedoelde met wedstrijdjes en spelletjes en dat soort dingen. En die gesprekjes die ze voeren, dat is ook een soort toneelstukje. Jij was de dokter en ik was de patiënt. En je kunt in het café, als je mensen een beetje attributen geeft, dan kun je van alles spelen ook. Dat is ook heel erg leuk. En taaldorp wordt ook vaak gebruikt in het moderne vreemde talenonderwijs. Maar ik vind van taaldorp, dat is zo'n organisatie, dat doe je dan één keer per, hoeveel tijd? Een jaar, ja. Ja. Ik heb liever dat je met één theedoek en één schoenendoos elke week een toneelstukje opvoert, dan dat je moet wachten tot er één keer per jaar een taaldorp in de school is. Een beetje weinig. Dramalessen zijn natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja, heel belangrijk. Ja. Taal aanleren, is het onbewust ook zo belangrijk? Ja. Mensen kunnen ook over hun angst heen komen doordat ze iemand spelen, hè? Het kan helpen. Ja, nee, maar dat zei ik ook. Nee. Dat klopt, maar ook Nederlandse kinderen tussen de 12 en 18 kunnen slecht reflecteren. Ja, ja. Dat moeten ze oefenen. Ja, dus dat is ook mooi, dat is altijd een hele rare antwoord. Nou ja. Ja, als ik dat inderdaad via weet ik niet, makkelijk. Ja. Kijk, de mensen die het wel kunnen en die het goed doen, die moet je natuurlijk de hemel in prijzen. En dan gaan de anderen dat nadoen. Dat is niet erg, zo leer je het. Ja, dan gaan de anderen imiteren, dat is helemaal niet erg. We moeten een beetje een eind aan maken. Dit kun je even een foto maken als je dat wil. Dit is ander materiaal. Mensen vroegen vorige uur naar materiaal, dus werkvormen. Nou, dat is het boek Leren Spreken. Er zit enorm veel spelletjes en oefeningen in. Je hebt Vos van der Made, die het nu vandaag over woordenschat heeft, die heeft ook hele methodes gemaakt. Kennen jullie deze? Van, ja, vind ik ook ontzettend goed hoor. Deze is van A2 naar B1. Heel systematisch, zit het in elkaar. Allerlei gespreksvormen. Heel leuk. Nou, mensen die nog behoefte hebben aan een, hoe heet dat? Zo'n taalkaart, ja precies. Zo'n taalkaart. Die kunnen mij een mailtje sturen. En ik heb een website waarop ik al mijn artikelen en zo verzameld heb. Dat is ook heel leuk. Het gaat allemaal over uitspraak en spreken. Dat zijn mijn lievelingsonderwerpen. Ja, is er nog iemand die een vraag heeft? Ja. Ik heb nog een hele specifieke vraag. Ja. Ik heb een Zuid-Afrikaanse studie. Ja. Is dan die app voor hem ook geschikt? Dus ik weet het echt. Ja. Ja, dat is, ja, zeker. Nee, dat is die Spreekbeter-app zou ik zeker aanraden, ja. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Engelstalige en Amerikaanse leerlingen, want die hebben ook een vet accent. Dat komt onder andere omdat je daar natuurlijk de R niet hebt zoals wij hem hebben. Hè, ze hebben een war, hoor, dat. En dan krijg je dus dat ze zo praten, met die gefocaliseerde R. En die moeten ook de R oefenen. De app is gratis te downloaden met 4 series oefeningen erbij.
En dat zijn er 48, dus als je nog anderen nodig hebt, maar je hebt natuurlijk geen 48 nodig. Iedereen heeft een specifieke probleem. De een de R, de andere de U of de U of wat dan ook. Dus je... Dan moet je er eentje bij kopen voor 99 cent, zo'n serie. En die heb je dan voor altijd. Die wordt downgeload en je kan hem zo vaak als je wil. Maar er zitten dus 4 bij, gratis. En de ene, dat ene is dus... waar heb ik ze nu? Oh ja. Ja. Die uitspraak, dat is de Spreek Beter app. En de andere is de Schrijf Beter app. Dat is luisteren en dan schrijven. Is ook leuk voor... mensen die spelling willen oefenen en ook de hoe je schrijft en luisteren natuurlijk, luisteren. Ja, bij Frost van der Made, die heeft een eigen beheer uitgegeven en haar man die staat in New York met haar boeken, maar ook met boekjes van mij en dan kun je die daar bestellen bij Boom. Dus als je daar toevallig nog komt. Vandaag staat hij in afdeling New York. Hè? In New York, ja. Nee, dat heet hier New York, ja. Ja. Excuses, hij staat in een zaal die heet New York. Oké, wie nog een laatste vraag? Ja, wie? Iemand nog een laatste vraag? Dan wil ik jullie hartelijk danken voor je bijzonder leuke, actieve manier van meedoen. Ondanks alle belemmeringen die we ondervinden, was het toch, naar mijn idee in ieder geval, een goede middag. Oké, dankjewel.